Het lijkt erop dat deze misdadigers een vervroegde vrijlating krijgen. Maar van slechte bedoelingen komt nooit iets goeds. Mevrouw Robbins is op weg naar buiten. En laat kleine Lucy achter bij de beste babysitters. Luister naar alles wat ze zeggen en gedraag je. Yeah! Eindelijk, nu gaan we ons echt vermaken. Er is geen moment te verliezen. Het lijkt erop dat Lucy de harten van haar babysitters heeft veroverd. Kijk naar dit schattige tafereel. Ze heeft ze om haar kleine vinger gewonden. Oh, de limonade is op. Ik wou dat ik iets anders te drinken had. Het is zo warm. En dan komt er een vreemdeling opdagen. Het is nogal een entree. Lucy, ik ben je nieuwe lerares. Je mag me Miss Sophie noemen. Nu, ga naar de klas. Oké, jongens, raap die kaken van de grond. Waar is Miss Johnson? Even een kleine verduidelijking. Het is eigenlijk Amber, de slechterik. Die samenwerkt met haar partner Bob. Iets eerder ontvoerde de schurken de echte lerares. De arme Miss Johnson. En nu maken ze hun boosachtige plan werkelijkheid. Lucy ontvoeren en losgeld eisen. Dus begint Amber met de les. Toby en Sam houden de gouvernante in de gaten. Wat een interessante vormen. Ik bedoel formules. En Lucy verspeelt geen tijd. Het portret is klaar. Toby en Sam zijn anders bezig. Ze zijn in de ban geraakt van de neplerares. En Amber heeft een ongemakkelijk moment. Het lijkt erop dat hier ongeveer haar kennis van scheikunde opraakt. Wat dan ook, ze zullen het verschil niet merken. Denk er nog eens over na. Lucy is heel oplettend. De blauwe manicure en Ambers tatoeage tippen haar. Grote vergissing. Hé, er is iets vreemds aan deze lerares. Serieus. Maar de babysitters zijn te lovestruck. En Toby vindt Ambers tatoeage erg mooi. Hij lijkt precies op die van mij. Kijk, zie je? Je moet wat extra krediet doen om deze mislukking goed te maken. Laten we de reageerbuisjes pakken en experimenteren. Wauw, dat is interessant. En dat is het moment waarop Lucy haar deel doet. Ze weet duidelijk de weg met chemicaliën. Wauw, dat was een explosie. Amber is woedend. Zelfs de onverschrokken Toby en Sam zijn een beetje geschokt. Intussen is Bob niets goeds van plan in de keuken. Nou, eigenlijk ziet het er best aardig uit. Hij ruimt goed op als een professionele huishoudster. Oeps, Toby en Sam hebben de weg naar de keuken gevonden. Ha, heb je je gezicht gezien? Hilarisch. Hé, wie is dat nu weer? Ik kan me niet herinneren dat ik een schoonmaakdienst besteld heb. Oké, ik geef het op, ik geef het op. De jongens ontdoen zich snel van de verdachte vreemdeling. Goed gedaan, bro. Bob's eerste poging bleek een mislukking. Het is tijd voor wat ballet. Tom en Sam doen nieuwe ervaringen op. Natuurlijk zijn ze nog niet klaar om de dans van de kleine zwanen te doen. Maar hun inspanning is echt bewonderingswaardig. Wat een gratie, wat een subtiele kunst en evenwicht. Amber komt de vorderingen van de leerlingen controleren. Vergeet je houding niet. Wat is dit? Het ziet eruit alsof het iemands erg grappige ondergoed is. Spoiler, Lucy zit erachter. Sam trekt de aandacht van de gouvernante. Miss Sophie, zag je dat? Oh mijn god, Toby, wat is dit allemaal? Sam, ik zou niet zo blij zijn als ik jou was. Kijk eens naar je panties. Dit is zo gênant. Ze branden van schaamte, Ammerjongens. Woedend gooien ze beschuldigingen naar elkaar. Gelukkig duurt het niet al te lang. Oké, wapenstilstand, bro. Het is vreemd dat ze niet weten wie de dader was. Intussen staat er een elektricien in de gang. Met een verdacht bekend gezicht. De jongens hebben het te druk met ballet om met de werkelijkheid in aanraking te komen. No offense, bro. No offense. Wacht, hebben een elektricien gebeld? Deze jongens hebben niet de hersencellen voor kritisch denken. Oh, nee, dat niet. Maar Toby en Sam gaan meteen tot actie over. Ga maar ophoepelen, ballerina. Nou, deze man kan echt niet tegen een hint. Ik vraag me af hoeveel hij hier nog van kan verdragen. Lucy maakt zich klaar voor haar volgende les. Toby en Sam willen de ongemakkelijkheid gladstrijken. En ze laten een kleine verrassing achter voor de gouvernante.
Kijk, niet zeggen. Lucy keurt het duidelijk af. Ik zal je een verrassing laten zien. Dit is de perfecte gelegenheid om je favoriete snoep te eten. En de boze gouvernante af te tikken. Gelei-ogen in plaats van chocolade passen beter bij het schema. Je hoeft ze alleen maar in folie te wikkelen en ze voorzichtig in de doos te leggen. Dat zal een leuke verrassing zijn. Oh, kijk, daar komt ze. Miss Sophie, er is een cadeautje voor je. Oh, wat leuk. Nu is het de kunst om uit het zicht te sluipen. Mijn lievelingschocolade. Wat is dat? Ogen? De verrassing was een succes. Lucy slaagde er zeker in de bedrieger te rammelen. Maar ze kan niet ver lopen. Een andere verrassing wacht aan de deur. In de vorm van scotchtape en polyesteropvulling. Ah! Amber's zenuwen beginnen te rafelen. Waar is die kleine punker? Oh, hier is ze. Haar zegevierende grap aan het vieren. Buiten voetballen. Wat is er mooier dan dit? Lucy rent rond als een kampioen met haar babysitters. En dan komt Bob in het zicht van Sam. Deze keer verkleed als tuinman? Hebben we hem geroepen? Dat hebben we niet gedaan. Ga je gang dan. Ah, die expressieve blauwe plekken onder de ogen. Waren de laatste twee rondes nog niet genoeg, Bob? Het lijkt erop dat hij er nog een krijgt. Ja, dat is waar ook. Pak aan. En neem je tuinslang mee. Ja, je kunt maar beter niet met die kerel spelen. De indringers hebben een spoedvergadering. Tijd om serieus te worden. De dreiging van blootstelling is te groot. Bovendien kan mijn lichaam het niet aan zo heen en weer geslingerd te worden. Hou je kop. Laten we ons verspreiden. Amber blijft de rol van de perfecte lerares spelen. Ze begint een theekransje te organiseren. Het gaat goed, behalve dat Toby en Sam een laxeermiddel krijgen. Operatie ontwapende nannies is begonnen. Jongens, theetijd. Daar ga je dan. Precies hier. Na het voetbal is het zo lekker om je een beetje te verwennen. En de koekjes aanvullen met een lekkere thee. Waarvan de effecten onmiddellijk intreden. Sam houdt het nog even vol. Maar nee, daar gaat hij zo snel als hij kan naar het toilet rennend. Babysitters geneutraliseerd. Het is tijd om te gaan. Lucy is in paniek. Wie gaat haar nu beschermen? Ach, pech. Er is maar één toilet in het huis. En het zit op slot. Hij heeft geen andere keuze dan de deur in te trappen. Oh, wat een verrassing. Het is die clown weer. Deze keer helemaal verkleed als loodgieter. Nee, alsjeblieft, alles behalve de veranda. Jongens, waarom spring ik er niet gewoon zelf af? Zeker. Geweldige gratis show. Vergeet je hoed niet, loodgieter. Lucy probeert zich te verbergen voor de schurkachtige Amber. De slaapkamer is misschien haar beste kans. Maar niet voor lang. Amber zit achter haar aan. En ze vindt haar doelwit snel. In een oogwenk pint ze Lucy vast. Maar waar brengt ze haar heen? Oh, daar komt de arme Bob. Ze zal hem ook mee moeten slepen. Waarom heb ik je eigenlijk meegebracht? Het lijkt erop dat laxeermiddel uitgewerkt is. Toby en Sam komen weer bij bewustzijn. En er wacht hen een onaangename verrassing in de keuken. Een baksteen met een briefje. $100.000 om je meisje te zien. Wat een wending. Toby en Sam snellen te hulp. De schurk Amber heeft Lucy in een kleine kamer verborgen. Arm meisje, ze is doodsbang. Maar er is nog hoop op redding. In het gezicht van Sam. Over een hek springen is niet voor zo'n held. Bro, waarom maak je dit moeilijker? Er is een hek. Intussen gaan de tevreden misdadigers naar buiten. En wie zien ze? Toby en Sam natuurlijk. De smackdown van de eeuw staat op het punt te beginnen. En vecht! Sam vecht tegen Bob. Wauw, dat is onderkoeld. Ondanks Bob's zwakke pogingen pakt Sam snel de winst. Röntgenstraal. Laten we nu eens zien hoe Toby met Amber omgaat. Gevecht.
Je kunt zeker niet zeggen, zwakker geslacht over zo'n meisje. Maar Toby is niet van plan dit gevecht te verliezen. Direct de stoot in het gezicht. Nu de uppercut. En de vuurbalfataliteit. Met Amber is het geregeld. Win! Dit is beter dan Mortal Kombat. Joepie, de weg is vrij. Hier komt kleine Lucy. Hoe gaat het met je, liefje? Ik ben zo blij dat je er bent. Het verraderlijke plan is verijdeld. De ontvoerders zijn vastgebonden en wachten op de komst van de politie. Maar Lucy en haar vrienden vieren de overwinning. Omdat we een team zijn. Wil je weten wat er verder gebeurt met deze superbabysitters? Wat denk je dat ze zullen uitspoken? Laat het ons weten in de commentaren en vergeet deze video niet met je vrienden te delen. Geef deze video een duimpje omhoog als je ervan genoten hebt. En abonneer je op ons kanaal als je nieuw bent. Klik op het belletje om de volgende afleveringen van dit verhaal niet te missen op Troom Troom Wow.